Het is heel erg belangrijk voor de stad dat er wordt gesport. Momenteel zitten we bijna in een beweegcrisis. We merken dat leerlingen minder bewegen. We willen ze weer terugkrijgen naar buiten op de veldjes. Tijd om leefstijlsporten zoals skaten, basketballen en freerunnen terug in hun dagelijkse routine te krijgen. Freerunnen kan je sowieso bijna overal doen. Je voelt je eigenlijk heel los en vrij. Als je maar een beetje creatief bent, kan je overal wel iets verzinnen. Ik geloof er echt in dat bewegen en in een gezond lichaam zijn, waarmee je actief bezig bent, cruciaal is voor een lange en duurzame gezonde leefstijl. Met het project Urban Sports probeert de HVA samen met de gemeente Amsterdam kinderen te laten bewegen. Op steeds meer plekken in de stad eisen de Urban Sportplekken hun ruimte op. Zo wordt het Museumplein bijvoorbeeld heringericht met een urban speelplaats. Ook wordt geprobeerd om gymlessen meer urban te maken. Er zit nu namelijk nog een kenniskloof tussen gymleraren en urban sporters. Maar de kinderen mogen meedenken. Wat zijn eigenlijk jouw wensen met betrekking tot de invulling van urban sporten in de gymles? Of ja, hoe zou jij je eigen buurt in willen richten? Ik hoor best wel vaak van leerlingen terug. Ik wil graag kleurrijke locaties hebben. Of dat de gebouwen in mijn buurt zo zijn ontwikkeld dat je er eigenlijk al mee kan sporten, ook al zijn het niet specifiek sportlocaties. Uit onderzoek van studenten blijkt dat kinderen vanuit hun school gebruik willen maken van outdoor sportlocaties in de buurt. Als kids zich comfortabel voelen, al een paar keer bij een bepaalde omgeving of plek zijn geweest, dat ze dan ook eerder in hun vrije tijd terug zullen komen naar die plek. En dan komt er nog een belangrijk aspect bij kijken. Naast het bewegen vind ik ook belangrijk dat ze plezier hebben met elkaar en dat ze die verbinding, de sociale verbinding, weer met elkaar aangaan.